Ja, Caesar is dus eigenlijk mijn solo-project. Dus ik schrijf thuis mijn nummers en vervolgens probeer ik die laag voor laag op te bouwen thuis met bas, drums, gitaren, soms nog een synthesizer. En zang. En kan ik gewoon zonder concessies te doen eigenlijk precies maken wat ik zelf mooi vind. Mm-hmm. En ik denk dat je die muziek een beetje kan omschrijven als stevige melodische rock met gitaren. Vaak ook wel een stuwende beat zit erin. En ik ben vaak ook wel een beetje op zoek naar wat catchy elementen. Je hebt ook iets bijzonders uitgebracht vandaag. Ja. Dat heeft te maken met de Vierdaagse die dus dit jaar niet doorgaat. Vertel er eens wat over. Ja, klopt. De single Marching gaat eigenlijk over mijn neef. Of het is de neef van mijn vriendin, maar daar hadden we al heel goed contact mee altijd. En die liep vrijwel elk jaar de Vierdaagse. En die heeft in totaal 18 keer gelopen. Zo. En afgelopen jaar logeerde die bij ons, omdat wij praktisch aan de wedren wonen. Dus tijdens het wandelen logeerde die de hele week bij ons. En afgelopen januari overleed hij plotseling aan een hartstilstand. Jeetje. Dus dat zag natuurlijk niemand aankomen. Nee. En dat was gewoon best wel heftig. En in de weken daarop schreef ik eigenlijk een nummer over hem. Omdat ik gewoon zelf ook nog in dat gevoel zat. In eerste instantie was het denk ik voor mijn eigen verwerking, dat nummer. En later ontstond het plan, ook in samenspraak met zijn vrouw en dochter. Die heb ik er in een vroeg stadium bij betrokken. Om het nummer echt goed te gaan opnemen en uit te brengen. En dat was nog wel toen nog niet eens per se corona in het spel was, laat maar zeggen. En toen op een gegeven moment bleek dat de Vierdaagse niet doorging in verband met het coronavirus. En toen moest het nummer ook nog een beetje worden bijgeschaafd om dat ook nog mee te nemen, laat maar zeggen. Dus daar heb ik ze geprobeerd. En uiteindelijk is dan de strekking van het nummer van: in eerste instantie dachten wij dat Danny als enige niet mee kan lopen dit jaar, ja, omdat hij er ineens niet meer is. Ja. Maar nu komt het eigenlijk op neer dat niemand de Vierdaagse kan lopen, omdat hij niet doorgaat. Maar Danny loopt zijn eigen Vierdaagse wel, alleen dan daarboven, tussen de sterren. Ja, wow. Dat is heftig. Ja, nou, het is wel. Zullen we gaan luisteren? Ja, het lijkt me heel mooi. Zeker. Marching van Caesar. Yes. Ja, ik heb er even goed naar geluisterd. En wow, het is inderdaad wel. Het is precies wat jij zegt ook, ja. En ik moet zeggen, het spreekt mij ook wel aan. Want er zitten herkenbare elementen inderdaad in van de Vierdaagse. En ik heb zelf ook, 11 keer de Vierdaagse gelopen. Ik zou dit jaar ook weer mee gaan doen, maar voor mij dus ook niet. Maar goed, wel om een hele andere reden. En dat is wel even wat anders. Ja, ja. Want had jij hem zelf ook alles gelopen trouwens? Ja, ik heb hem als kind 2 keer gelopen. Dat was dus de 30 kilometer in 2003 en 2005, als ik het goed heb. Dat heb ik Danny ook wel eens verteld. Mm-hmm. En die zei altijd, ja, maar eigenlijk als je de 50 niet hebt gelopen, dan heb je de Vierdaagse eigenlijk nog niet gelopen. Ja, goed, dat is wat iedereen er zelf van vindt. Ja, ik heb de 50 wel gelopen, maar dat durf ik niet zomaar te zeggen. Want precies, maar dat was altijd een beetje een grapje wat hij, erbij maakte. Mm-hmm. En daarom heeft hij mij ook altijd overgehaald de laatste jaren om die 50 keer mee te doen. En eigenlijk vorige zomer, na die Vierdaagse week dat hij logeerde, heb ik hem ook min of meer toegezegd van, ja, is goed, we gaan hem in 2020 lopen. Mm-hmm. Dus mijn plan was eigenlijk ook om hem dit jaar te lopen. En ik had ook getraind. En natuurlijk zeker, toen Danny ineens wegviel, kreeg dat een extra lading, mijn deelname. Dat ik dacht van, nou moet ik hem zeker lopen dit jaar. Ja. Het ging anders dan gepland. Ja, precies. Helaas voor iedereen dus. Maar goed, volgend jaar is er gelukkig nog een kans. Hopen we dat het in ieder geval tegen die tijd wel allemaal kan. Ja. Het zou toch heel vervelend zijn als dit langdurig allemaal niet mogelijk is. Dus. Ja. Maar goed, een erg mooi nummer. We gaan hem ook kijken of we komende week nog een paar keer kunnen draaien, zeker. Dus, cool. En ook anders de komende weken zeker nog bij ons in de uitzending op de vrijdagavond. Dus reken daar maar op.